Hoi, ik ben Hilde Geurts en ik doe alweer 16 jaar onderzoek naar autisme. En woensdag 2 april ontmoet ik Arjan Stoffels. Hij weet ook ongelooflijk veel van autisme. En ik hoop dat we in ons gesprek meer van elkaar zullen weten en veel van elkaar gaan leren. Mijn naam is Arjan Stoffels. Ik ben voorzitter van de Personen uit het Autisme Spectrum. Een belangenbehartigingsvereniging voor normaal tot hoogbegaafde personen uit het autisme spectrum. Ik heb zelf een diagnose Asperger. Woensdag 2 april ontmoet ik Hilde Geurts. Ik ben heel benieuwd hoe onze ontmoeting gaat verlopen, want ook zij weet heel erg veel van autisme af. Natuurlijk was het geen echte verrassing. Het gevoel van onaangepast zijn was er al jaren. Maar dat de gekoesterde, het zal wel loslopen hoop, me zo resoluut en radicaal ontnomen zou worden. Het jarenlange worstelen met leven en het knagende gevoel van anders zijn krijgt plotseling een naam met etiket. En dat heeft een behoorlijk vernietigend effect op mijn zelfbeeld en zelfvertrouwen, dat zich maar tergend langzaam aan het herstellen is. En dus ben ik nu stukje bij beetje dingen aan het ontdekken en begrijpen die de meesten van u al lang intuïtief hebben uitgevogeld, of waar u zelfs helemaal geen last van heeft. Dingen waarvan u zich waarschijnlijk niet eens bewust bent dat u ze kunt en of doet. En lukt mij dat uitvogelen ook, omdat ik ze rationeel kan beredeneren, bedenken, begrijpen en bevatten. Niet omdat ik ze plots wel volledig intuïtief aanvoel. Het lukt mij steeds beter om preventief op mijn eigen handelen te interveniëren. Nou ja, dan komen we eigenlijk heel mooi bij het volgende onderwerp, hè, van wat is autisme dan? Ik zit heel erg te denken, wat gingen wij nu precies meteen daarna doen? Dat moet ik even opzoeken, want we zijn alle twee gevraagd om die fragmenten aan te vragen. En we willen wat dieper ingaan over van wat betekent dat nou, hè, dat autisme. En een van de vragen die ik ook had, want ik had ook op de PAS-website gekeken, is van, ja, heb je nou autisme? Ben je autist? Want op de PAS-website staan soms autisten, soms mensen met autisme. En voor mij is het altijd wel een beetje leidend. Wat willen mensen zelf met autisme zelf graag? Nou ja, niet helemaal, want ik heb mij daar natuurlijk ook in verdiept sinds in de afgelopen 2 jaar. Ik ben er geloof ik wel 7 verschillende beschrijvingen voor tegengekomen. De langste was een persoon met het label autisme. Ja, dat bekt niet. Gaat niet lekker. Nee dat is waar. Dus autist heb ik wel problemen mee. Dat vind ik toch lastig. Voor mij is het criterium, als ik het kan vervangen door kanker, zonder dat het dan meteen naar voelt, dan klopt het. Dus op het moment dat jij mij zou aanspreken met joh, kankerleier, dan gaat het niet goed. Ja, dat vind je niet prettig. Nee, dat kan ik me heel goed voorstellen. Persoon met autisme is wat mij betreft wel de beste omschrijving, omdat dat ook heel duidelijk zichtbaar maakt dat de persoon voorop staat en niet het autisme. Maar eigenlijk is het gewoon Arjan Stoffels. Ja, dat lijkt me ook. Ja. Dat autisme, ach, dat hangt er nog ergens bij en dat moet wel een plek krijgen. Maar dat is niet wat mijn leven definieert. Ja, waar we het nu met elkaar wel over hebben. En nu gaat het daarom. Ja. Nou, ik had een van de fragmenten die ik had uitgekozen was een fragment van de regels van Matthijs. Dat vond ik zelf een hele indrukwekkende documentaire van Mark Smit. En dat gaat over een vriend van hem met een diagnose autisme. En hij woont in een enorme chaos. En hij dreigt uit huis te worden gezet en krijgt hierover een brief. En dat is eigenlijk het fragment wat ik graag wilde laten zien. Hoe hij reageert op die brief die hij krijgt. We gaan kijken. Beste Matthijs, hierbij de werkafspraken. Dat woord. Wat is er met dat woord? Werkafspraak. Ten eerste is het geen afspraak. Dat maken ze er steeds van. Het zijn decreten. Afspraak is iets wat je met z'n tweeën doet in onderling overleg. 31 januari komen Henny van Beek en de heer G. Wagen, Gert Wagen gewoon. Waarom daar nou G. Wagen en terwijl Henny van Beek wordt gewoon met volle naam, daar snap ik helemaal niks van. Totaal inconsequent, maar goed. Ja, dan word je wel crazy van. Nee, goed. Bij jou langs met twee medewerkers van de aannemer. Waarvan ik dacht van ja, hij focust zich op een paar details in de brief. En komt dan eigenlijk niet waar het om gaat. Namelijk dat het nogal een zware boodschap is die erin staat. En ik vroeg me af of je die dingen van herkent of juist helemaal niet. Ik heb deze film nooit durven kijken. Hij staat nog wel op het verlanglijstje, maar juist de confrontatie met hoe herkenbaar het is uit de paar fragmenten die ik gezien heb, had ik al zoiets van, nou, dit wil ik voorlopig nog even niet zien, dit komt te dichtbij. Ja, ik herken dit heel erg. Ik weet, je geeft net een soort oorzaak-gevolg, ik denk dan dat het andersom is. Ik denk dat hij namelijk die boodschap wel degelijk oppakt. Oké. En ik denk dat daar zijn irritatie uit voortkomt. Hoe kun je, er ontstaat een gevoel bij hem. Alleen dat kan hij niet uiten. En dat gevoel dat sublimeert in... Ja, maar hoe kun je nou zo'n brief schrijven, man? Als je nou niet in staat bent om een fatsoenlijke brief te schrijven, blijf dan gewoon weg. Dat is toch een pas pro toto. Als je zo'n brief schrijft, nou, dan kan de rest van wat je mij te vertellen hebt eigenlijk ook wel niet meer waardevol zijn. Het slaat nergens op, het is onzin. Ja, want dat hoor je heel erg terug, hè? En wat ik zo bijzonder eigenlijk in het fragment vind, als ik het... kijk, dan denk ik, ja, hij is gelijk. Het is inderdaad geen afspraak. Hij heeft gelijk. Het is raar dat ze inconsequent zijn. Ja. Oh, dat is ook, ik zou het hem zo na kunnen zeggen. Ja. En, maar, ik vind ook dat hij gelijk heeft daarin. Alleen zou ik denken van, hé, je reageert dan toch vanuit, ik word uit huis gezet. Hè? Je zegt van, ja, dat is gewoon de reactie die je dan niet kunt geven. Heb je daar een idee van? Ja, wat maakt dat nou dat dan die details zo naar voren komen? Het is een rotvraag misschien. Nou, daar kan ik wel iets over zeggen, denk ik, gewoon puur uit eigen ervaring. Want het is heel makkelijk om de onvolkomenheid, tenminste ik vind het heel makkelijk, en dat herken ik dus heel erg bij hem, om die onvolkomenheden te zien. En die boodschap, die maakt je alleen maar boos. Dat gevoel, dat moet een uitweg krijgen en dat loopt. In het zoeken van dingen waar je je boos over kunt maken. Dat ontstaat misschien wel een soort rationalisatie van ik word boos omdat die brief niet goed is opgesteld. In plaats van dat je jezelf misschien wel recht in de ogen kunt kijken en kunt toegeven, nee, ik word boos omdat deze mensen mij uit huis gaan zetten. En dat maakt mij boos. Ja, en als je dat niet voor jezelf kunt zeggen, ik heb gemerkt dat dat ook heel belangrijk is, dat je daadwerkelijk uitspreekt, ik word boos, deze brief maakt mij boos, dan landt dat in andere dingen. Ik heb daar nog wel een ander voorbeeld van, ik weet niet of dat nu in ons scenario past. Vorige week... Vast nog wel, ik krijg steeds een hint mensen als het niet helemaal kan, dus dat horen we vanzelf. Vorige week donderdag werd mijn vrouw geïnstalleerd als raadslid. En ik ben daar onvoorbereid naartoe gegaan. Althans, ik had wel in beeld dat de raad geïnstalleerd zou worden. En er gebeuren allemaal dingen omheen. En in de aanloop daar naartoe verras ik mezelf een aantal keren van, nou, zullen we dan nu maar gaan? We hadden een aantal afspraken erover, daar heb ik op één dag overheen. We zijn te vroeg in die zaal. Er komen allemaal mensen opeens binnen die ik nog ken. Ik ben ook raadslid geweest een aantal jaren terug, samen met mijn vrouw. En overload. En het enige wat ik nog kan zien is het tapijt dat er al 20 jaar ligt en smerig is. De stoelen die eigenlijk aftans en oud zijn. En de griffier die komt naar mij toe en die begint een aardige vraag ergens over. En ik barst los over het tapijt. En ze zegt van ja, maar het is een monumentale zaal. Ik zeg van monumentaal, man, dat is aftans. En ik kom niet meer uit dat spoor. De hele avond ben ik bezig om dat verhaal maar voor mij vast te houden. En ik merk dat iedere keer als ik tegen iemand daarover begin, dat ze na 30 seconden, 15 seconden wegdraaien. Ik denk van nou, ze willen het niet horen, zie je wel, ik heb gelijk. Even hoe je dan in je eigen hoofd het omdraait. En pas bij thuiskomst ontdek ik na een uur na die bijeenkomst van Verdikkie. Het was hartstikke onhandig. Al die mensen komen daar voor een feestelijke bijeenkomst. En ik ga een beetje kritiek lopen leveren. Dat is prima, kritiek. Maar op dat moment hoort dat helemaal niet. Dus je past je eigenlijk niet aan het moment wat dan op dat moment toepasselijk is. Waarschijnlijk heb je gelijk over het tapijt, maar dat deed er even niet toe. Het deed er even niet toe. En de ergernis, daar komt dus wel een gevoel naar boven. Maar dat heb ik geen plaats gegeven. Dat heb ik niet uitgesproken voor mezelf welk gevoel dat dan is. En dus raak ik de draad van mijn verhaal kwijt. Ik beland in een spoor waar ik niet meer uitkom. Ja, en wat ik wel grappig vind, want je hebt veel met politiek gedaan, dat ook het volgende fragment wat je hebt gekozen vanuit de politiek komt. Maar dan om een andere reden, geloof ik, heb je het gekozen. Ja. Ja, dit is een fikse uitgeleider van onze minister-president. En dan niet onherstelbaar te verbeteren, maar echt te verbeteren. En als het voorstellen zijn die voortkomen uit het gedoogakkoord, dan gaan we niet autistisch met 76 zetels zeggen dat is dichtgetimmerd. Ook dan staan we open voor suggesties. Alleen zullen we dan met z'n drieën moeten zeggen, zien wij de suggesties zitten. Zo hebben we afgesproken te gaan werken. En nu zegt u, nee, dat gaat allemaal aan de kant. Ik wil per se op korte termijn die doelstellingen hier hebben. Voorzitter, het is een prachtig voorbeeld wat nog eens laat zien hoe belangrijk het is dat we hier niet autistisch dat we regeerakkoord gaan uitvoeren, maar dat we zorgen voor breed draagvlak, zowel hier als aan de overzijde. Ten eerste omdat anders wetgevend überhaupt niet doorkomt. Ten tweede omdat we met hele grote stelselwijzigingen gaan komen waarvan het überhaupt noodzakelijk is. Hier en in de Eerste Kamer om tot breed draagvlak te komen. En ik zie ontzettend uit naar die discussies. We gaan echt dit land mooier maken. Dat waren ze. Ja. Er is nog een derde fragment zelfs waarin hij in de thuissituatie opnieuw het niet autistisch heeft. Eén keer is een uitgeleider, dat kan iedereen gebeuren. Daar zijn toen veel mensen over gevallen, weet ik. Twee keer, dan begint er zich een trend af te tekenen. Er zijn mensen geweest die hebben daar brieven over geschreven en ik zeg een briefje teruggekregen. En de derde keer, ja, ik vind het heel treurig dat een P, en misschien dat het zijn zussen zijn, ik begrijp dat die verpleegkundigen zijn, dat het er thuis aan tafel over gaat. Maar ik heb zelfs iets als een woord zo voor in de mond ligt. Nee. Van afstand kunnen wij geen diagnose geven. Daar ga ik ook mij niet aan wagen. Maar ik vind wel dat de minister-president zich zou moeten onthouden van dit soort gebruik van autisme. Ja, meer als iets heel negatiefs gebruikt hij het. Hè? En dat, hij gebruikt het in een soort Rain Man manier. Nou, dat is een beeld dat is erg achterhaald. En wat hij bedoelt en wat hij volgens mij had moeten zeggen is, we gaan dit doen door naar u te luisteren. Ja. Het niet autistisch uitvoeren, daarmee wil hij iets zeggen. Ja, als het niet duidelijk precies over hebben met autisme, en dat hebben we in de Kamer zeker niet, dan doet hij daar een hele rare uitgeleider maken. Nou, daar ben ik het helemaal mee eens dat dat niet de bedoeling is op deze manier. En ik denk ook dat er genoeg mensen zijn die heel goed, die autisme hebben en wel heel goed naar anderen ook kunnen luisteren. Want dat beschreef je ook zelf in je blog, hè, dat leren luisteren, dat is juist wat je heel erg hebt geleerd in alle jaar. Dus het volgende fragment staat alweer bijna voor. We gaan snel, hè? Vind je niet? Ja. Ja. Voor ons gaat het heel snel in ieder geval. Ik weet niet of dat ook voor de mensen is die aan de andere kant zitten. Ik zie ook de chat het enorm druk zijn. Ja, hartstikke leuk om te zien. Ja. Nou, daar gaan we straks ook wat mee doen. Het volgende fragment, dat heb ik uitgekozen omdat ik daar zelf ongelooflijk van onder de indruk was. Dat is een fragment van een documentaire van de Nederlandse Vereniging Autisme. De serie Een leven lang anders. Door Wonderland films gemaakt. En twee mensen die wat later diagnose hebben gekregen. Eigenlijk net zoals jij, vertellen hoe het voor hun was toen ze die diagnose kregen. En ik was in ieder geval erg onder de indruk toen ik het zag. Oké. Eigenlijk in de periode voorafgaand aan de feitelijke diagnosestelling had ik in een gesprek met mijn zus, die mij op het idee bracht van, goh, zou er misschien autisme aan de hand kunnen zijn. Toen had ik het idee van, dit zou het wel eens kunnen zijn. Steeds vaker kwam ik in aanraking met autisme. Ik las er steeds meer over, hoorde er steeds meer over. En opeens, als een soort brainwave, toen dacht ik van dit, god, zou het daar niet in zitten? Daar zit het in. En toen viel er voor mij, voordat ik dat met Annemiek besprak, een heleboel op zijn plek, toen ik daarover na ging denken. En toen heb ik dat met haar besproken. Op het moment dat ik die diagnose hoorde, was ik helemaal ontroerd. Van, god, er is een antwoord. Ik word nog steeds ontroerd als ik eraan denk. Maar Jezus. was het niet van plan, hoor. Goed. De langste baan die ik heb gehad heeft 8 jaar geduurd. En die is uiteindelijk echt is ook gestopt omdat ik zelf een conflict kreeg met een collega. En ik had veel ruziegesprekken ook. En aan het eind van het gesprek ben ik hem naar de keel gevlogen. En dat was gewoon nou, de definitieve druppel. Ik heb toen een, via de bedrijfsarts een onderzoek gedaan. En daar kwam naar voren dat ik een pervasieve stoornis had. Op het moment dat ik dat hoorde, heb ik het opgezocht. En toen bleek dat ik een diep doordringende autistische stoornis had. Op het moment dat ik dat realiseerde, deed het heel veel met me. Ik was echt nou, letterlijk diep van onder de indruk. Het was alsof het... ja, alsof ik eindelijk in de gaten kreeg. Van wat het... Ik kreeg eindelijk in de gaten van wat er aan de hand was. Dat het een naam had. Dat er eindelijk, na zoveel zoeken, dat ik eindelijk gelijk kreeg van potverdorie, ik kan er toch niks aan doen. Maar aan de andere kant is het ook een vonnis, want het is wel een leven lang. En ja, en dat dilemma. Maar goed, ik ben intussen dus een hele poos overheen gegaan tussen de diagnosestelling. En nu inmiddels ben ik in behandeling. En ik heb nu de indruk dat we nu op een koers zitten waar ik zelf wel wat mee kan. Dat is namelijk zoveel mogelijk erachter zien te komen van welke problemen ik ervaar door mijn autisme. Want het stuk autisme, daar kan ik niks aan doen. Maar wel hoe ik ermee omga. En de gevolgen die mijn autisme heeft in mijn leven. Dat het iets heel blijvend is, kon ik langzamerhand stappen gaan ondernemen om dingen echt te voorkomen. Ik durfde ook medicijnen te gaan gebruiken. Ik durfde ja, zelfs structuur in mijn dag aan te gaan brengen. Ik vind het zelf namelijk heel indrukwekkend omdat ze eigenlijk al een tijd daarvoor de diagnose hebben gehad. En dat toch op dit moment hun, als ze erover vertellen, heel erg raakt. En jij noemde ook al net dat het vernietigend ervaarde. En nu als je terugkijkt, hoe ervaar je nu die diagnose? Nou, daar kan ik je wel iets heel bijzonders over vertellen. Ik heb 28 december 2011, de datum, een second opinion gehad. Ja. Daar had ik zoiets van nou oké, ja, nou ja, goed. En in de loop van de tijd toch weer gaan twijfelen. Van ja, maar ik kom nou toch, kijk nou naar mijn cv, kijk nou naar de rest van mijn leven. Dat kan toch helemaal niet kloppen? Ja. Dus ik heb mij opnieuw aangemeld via de huisarts bij het Centrum van Autisme. En ik heb een third opinion gevraagd. En ik heb net vorige maand opnieuw, maar nu een keer netjes in een rapport, die diagnose gehad. Dus het is ook niet zomaar iets dat je krijgt en dat is het dan. Ik heb daar ook nog wel mee lopen worstelen. En natuurlijk is het zo dat in die periode je verschrikkelijk veel gaat zoeken en steeds meer tot het inzicht komt van nou, het klopt. Ja, inderdaad. En ook niet op alle gebieden heb ik nou last of problemen. Maar het is denk ik wel goed dat je dat zegt. Hè? Ja. Dat geldt voor meer mensen met autisme, dat ze niet per se alles herkennen. Ja, want iemand stelt ook de vraag net via de chat, familie B, wat zijn nou de symptomen waardoor je bij jou aan autisme ging denken? Wat maakte nou dat je er aan gedacht werd? Nou, de directe aanleiding waren angst- en paniekklachten. Ik zat als lobbyist in Brussel, maar ik moest ook in Arnhem zitten en in Zwolle. En ik woon in Leiden. Dus ik was elke week zo'n soort vierkantje aan het maken tussen die verschillende steden. Ik werd geacht om met mensen allerlei contacten te onderhouden. Ik moest in Brussel allerlei dingen doen. Je zit daar met 12 provincies in één kantoor. En die provincies willen ook nog wel eens wat andere dingen. Dus je bent aan de ene kant collega's van elkaar en aan de andere kant... Ja, trek dat. Want je hebt soms verschillende belangen. En dat levert angst- en paniekklachten op. En daarmee ben ik naar de huisarts gegaan. En dan zit er een verleden bij. Als je daarover gaat praten van ja, eigenlijk ben ik natuurlijk al wel vaker bij de psycholoog geweest. En eigenlijk ben ik natuurlijk ook wel een keer alcoholverslaafd geweest. En eigenlijk zitten er nog wat andere dingen onder en tussen en achter. Dan ben ik vroeger ook gepest. En als je dan al die dingen achter elkaar gaat zetten, nou, dan kom je opeens tot de conclusie van ja, het is, er is toch wel iets aan de hand. Ja, dus eigenlijk doordat je weer terug ging kijken van zo is het nu, maar als ik in mijn verleden kijk, dan zie je zoveel dingen. Ja. Nou, ik denk dat, ook mensen dat wel herkennen. Ja. Want iemand die schreef ook nog van, ja, geeft het wel een stem als je weet dat je autisme heeft? Dat was Cor. Die vroegen, ja, geeft het wel een stem als je weet dat je autisme... Of steun, denk ik. Oh, sorry, ik denk dat ik jouw handschrift niet goed kan lezen. Wij kunnen het namelijk niet zo goed zien onder in beeld, dus wij krijgen briefjes. Dus geeft het wel steun als je weet dat je autisme hebt? Een stem zou ook gezien pas, ja, maar... Ja, dat zou zeker kunnen. Geeft het steun? De diagnose, dat is maar een punt. Het zorgt ervoor dat je een handvat hebt om naar jezelf te kijken met een hele hoop kennis die anderen al verzameld hebben. Het punt is een beetje dat het een grabbelton is, waar je ook wel zelf uit moet halen wat voor jou van toepassing is. En ik merk dat, en ik hoor dat Annemiek net ook in het filmpje zeggen, het is eigenlijk heel veel werk. Want je moet leren naar jezelf kijken op een manier zoals je nooit naar jezelf kijkt en ook niet kunt kijken. Want je mist iets in het kijken naar de wereld. Ja, en als je niet weet dat je iets mist, dan zie je het ook niet. Ja, nee, dat is het lastige. Laat de kleurenblinden maar eens kleurenblindheid ontdekken. Nou, dat is heel erg ingewikkeld. Dan komt hij alleen maar achter in interactie met anderen. Nou ja, we komen daardoor eigenlijk ook direct al op het volgende onderwerp, hè? Het dagelijks leven. Ja. En voordat we daar samen over gaan praten, was er ook een kort filmpje over, nou, wat wordt er nu gezegd over perversieve ontwikkelingsstoornissen. Autisme noemen ze ook wel een perversieve ontwikkelingsstoornis. Perversief betekent doordringend. Het is een stoornis die invloed heeft op alle ontwikkelingsgebieden. Seksualiteit, taal, sociale relaties, emoties, motoriek en zelfstandigheid. Het woord stoornis wordt gebruikt om aan te duiden dat het gaat om gedrag dat anders is dan we gewend zijn. Het is dus geen waardeoordeel. Maar we moeten niet negatief denken over mensen met autisme. Deze poster vertelt over sterke kanten van mensen met autisme. We noemen er een paar. Het zich houden aan afspraken, veel kennis van zaken hebben over een onderwerp, onverstoorbaar door kunnen werken, en zo zijn er nog veel meer goede eigenschappen op te noemen. Wat we vooral voor ogen moeten houden is dat het uiteindelijk iemands persoonlijkheid is die hem of haar uniek maakt. Dat geldt voor mensen met en zonder autisme. Dit was kort over wat autisme is, of in ieder geval een beschrijving van. Ja. En ik was wel benieuwd, omdat het gaat over de invloed van autisme op jouw dagelijks leven, van wat je, of je hier dingen in herkent. Ik zei net bij die poster, toen die voorbij kwam van de sterke kant, ik hou niet zo heel erg van het ophemelen of het naar beneden drukken van autisme of wat dat je kan brengen. Er stonden twee dingen bij, afspraken en doorwerken heb ik even opgeschreven. Nou, ik kan mij ook gewoon prima aan afspraken onttrekken, dat is helemaal geen probleem. Ik heb het er met andere mensen over gehad in het kader van het pasbestuur. Van, goh, kan je nou niet liegen? Hoe zou? Nou, onzin. Natuurlijk kunnen we prima liegen. Echt, ja, ik zag het op de website staan. Jammer. Wat wij niet kunnen, is niet oprecht zijn. Ja. En ik vertelde net over dat voorbeeld over het tapijt. Dat is kritiek die ik voel en die zal ik ook uiten. Ja, ongeacht wie je het eigenlijk. Ongeacht wie je voor je hebt. Nou, dat is in je werksituatie best een heel groot probleem. Als je ongeacht wie je voor je hebt, of dat nou de directeur, de minister, je chef of je collega, alles er maar uitvloept wat er in je opkomt, wat je denkt van ja, maar op deze manier kan je dat toch niet doen. Kom op, man. Ja, dat sluit eigenlijk heel mooi aan bij een vraag van Joanneke, want die vroeg echt af, hoe gaan collega's daar dan mee om met het autisme? Ja, van, Arjan? Dat is een hele goede vraag. Ik ben helaas augustus 2010 uit het werkproces gevallen en ik heb pas in december 2011 mijn diagnose gekregen. Dus ik weet dat niet, hoe mijn collega's daarmee om zouden gaan. Wat ik wel merk, ik heb nu zo links en rechts, beginnend eigenlijk met het blog, mensen verteld van oké, ik heb ook iets dat heet erger. Ik weet niet of je dat iets zegt, nou, ja of nee. En naar aanleiding daarvan een gesprek aangaan, wat betekent dat voor mij in mijn omgang met jou? Maar hoe reageren mensen dan? Waarschijnlijk heel verschillend, maar heeft er een soort rode lijn te ontdekken? Nee, nee, daar is geen rode lijn in te ontdekken. Heel wat mensen nemen dat gewoon voor kennisgeving aan. Oké. Ja, maar we discussiëren het niet, want wij zitten zo aan het praten, hè, en ik denk ook mensen die niet veel van autisme weten en die praten met je, hè, net zoals wij met elkaar praten, dus wij denken ja, wat is er nou? Er is toch niks mis met die man? Hij kan heel makkelijk vertellen, hij weet heel goed hoe je dit doet, hij kan mooie stukken schrijven, dus wat maakt dat nou? Wat is dan dat autisme? Ja, dat is dat ze de achterkant niet zien, dat de stress in mijn lijf soms behoorlijk hoog kan oplopen. Dat ik, natuurlijk zullen ze wel gemerkt hebben van ja, soms dan komt die raar uit de hoek. Ja, dat is wat ik nu weet van oké, dan zit ik in een spoor en dan ben ik aan het reageren op iets wat niks met de situatie te maken heeft. Een aantal mensen heeft ook gezegd van jij, nou, daar geloof ik helemaal niks van, dat kan niet kloppen. En dat ongeloof, ja, dat is ook lastig, dus dan probeer je toch iets meer te laten zien van die achterkant van wat er dan gebeurt. Hè. Ik ben het grootste gedeelte van de lagere schooltijd gepest. Ik was godsvermogelijk blij toen ik naar de middelbare school ging en dat eigenlijk wegviel. Dan probeer je zo goed en zo kwaad als dat gaat normale relaties op te bouwen. Nou, dat lukt dan ook tot op zekere hoogte. Je ontwikkelt een carrière waarin je mensen tegenkomt en alles loopt goed. Maar aan de andere kant loopt daarin dus mee dat ik regelmatig uitgeput thuis zit. En dat je daarvoor naar de drank grijpt om ervoor te zorgen dat je die stress, dat je die kunt dempen. Ja, dan ben ik weer even de vervelende vragensteller. Ja, hè? Want ik denk, veel mensen zeggen dan, ja, maar we zijn er allemaal wel eens gestrest. En we hebben allemaal, als je een zware baan hebt, dan ben je natuurlijk hartstikke moe. En we maken allemaal wel eens een uitglijer, hè? Die executieve functies als voorbeeld. Ja, iedereen die een keer moe is, zal wel een keertje niet goed op de automatische piloot kunnen fungeren. En dan gaat het mis. Ja. Dus ik ontdek, wat is het dan? Nu terugkijkend weet ik wel welke momenten het misgaat. Dat is wel bijna dagelijks. Maar als echt de stress en de druk te hoog wordt, dan ga ik of hele lange mails schrijven naar mensen. Ja. Of ik explodeer tegenover de verkeerde mensen op het verkeerde moment. Mijn planningen, wat je net al heel duidelijk omschreef, die worden dan heel erg gedetailleerd. Gaan dan helemaal vastlopen in mijn planning. Dus ik ben niet meer dingen aan het doen. Ik ben alleen nog maar mijn planning verder aan het uitschrijven in een poging om grip te krijgen op de situatie, op wat er gebeurt. Om eigenlijk tegen de overload te werken. Ja, om op de een of andere manier dat gevoel, dat niet kunnen herkennen, die intentie van die ander, want die zit er ook nog in, om dat een plek te kunnen geven door het zelf maar zo heftig mogelijk te structureren. Nou, er wordt al aangegeven dat we naar de kijkersvragen gaan. Dat waren we eigenlijk stiekem een beetje aan het doen, want het waren zulke goede vragen. Ja. Want je noemde net al van, ik heb wel een aantal, we gaan relaties aan met anderen. Je bent ook getrouwd, kinderen. Ja. En Hans vraagt zich ook af van, hoe staat het dan met zijn relatie met je vrouw? Staat het dan onder druk door het autisme of hoe wordt het dan in de relatie een plek gegeven? Ja, in het begin wel. In het begin, je ontmoet elkaar en alles dat loopt lekker tot het moment dat je de eerste keer tegen een uitbarsting aanloopt. En dat is ondertussen niet heel erg op contact te maken nu. Ik antwoord gewoon, ik neem aan dat de mensen thuis wel geïnteresseerd zijn. Ja, want ik ben ook geïnteresseerd. Kijk ik even recht de camera heen, want ik realiseer me dat ik dat misschien wat te weinig doe. Ja, natuurlijk is er een tijd lang dat je met elkaar botst en stevig botst. En wij waren al een tijd lang ook met elkaar gewoon aan het praten van goh, wat gebeurt nou? Hoe kunnen we nou voorkomen dat dat gebeurt? En je leert wel een aantal signalen te herkennen. Mijn vrouw heeft op een gegeven moment gezegd van nou wacht even, ik loop nu uit de discussie weg. En dat ik er dan achteraan kwam, ja, maar we zijn nog niet klaar. En dat je toch je gelijk wilt halen en je niet realiseren dat je punt eigenlijk al lang gemaakt is. Maar dat je op de een of andere manier van die ander wilt horen van, ja, nou oké, ik heb je gehoord, moet er even over nadenken. Nou, dat is wel leuk dat je dit nu net noemt, want David die stelt namelijk de vraag, wil Arjan ook altijd gelijk hebben? Hè? Maar ja, dat gaf je zelf al een paar keer aan, maar is dat dan ook autisme, dat je altijd gelijk wil hebben? Of dat autisme is, daar durf ik niks over te zeggen. Veel wetenschappers willen dat ook volgens mij. Maar... Ja, daarom. En ja, ik bedoel, ik heb zelf natuurlijk biologie gestudeerd, dus... Gelijk hebben en gelijk krijgen zijn wel twee verschillende dingen. Dat is mij ooit alweer flink wat jaren geleden voorgehouden door een afdelingshoofd. Die zegt van ja, je hebt wel gelijk, maar op deze manier krijg je het niet. Ja. En ja, dit is heel fijn om gelijk te hebben. Maar als je daarmee niet het achterliggende doel bereikt, en dat is wat ik wel in de loop van de jaren geleerd heb, dat je je gaat focussen op ja, maar wat is nou het belang dat ik wil bereiken? Wat is nou dat achterliggende doel waar het eigenlijk om gaat? Dan kan ik wel gelijk willen hebben en jou, ik wil gelijk, ik wil gelijk, ik wil gelijk. Ja, dan ga jij narrig weg. Ik ga weg met het gevoel van ja, maar ben ik nou overgekomen? En uiteindelijk schiet ik daar niks mee op. Dus ik heb maar wel lukt dat dan nu ook? Want je weet het, maar lukt het dan ook? Met vallen en opstaan, maar ja, dat lukt wel. Als lobbyist leer je ook heel erg denken in belangen. Ja. En dat is eigenlijk ook waaruit je je hele lobby opzet van wat is nou het belang. Ja. En alles is ondergeschikt aan het belang dat je wilt bereiken. En hoe je dat dan doet, ja, dan leer ik mijzelf dus aan om heel netjes te praten, duidelijk te praten. Duidelijke strategie. Ja, een goede strategie te hebben, iemand netjes een hand te geven, ervoor zorgen dat je er goed uitziet. Dus je leert door het scripten van zo'n sociaal contact, leer je daar heel makkelijk mee omgaan. Weet je, als wij een script hebben nu voor dit programma, ja, dan in het sociale contact. Als je een script hebt, kun je ermee spelen. Zolang je dat niet hebt, dan gebeurt er van alles en kun je er niet op reageren. Een van de bestuursleden heeft dus, die is militair, die zegt van ja, in een oorlogssituatie zie je dat ook. Er is maximale chaos. Nou, wat helpt dan? Maximale. Ja. Nou, dat is eigenlijk waar je continu mee bezig bent. Mensen voorbereiden op wat er gaat gebeuren. En dan gebeuren misschien 10 van de scenario's die ik bedacht heb niet. Maar het 11e scenario wel. En daar kan ik dan gewoon mee schakelen. Nou, iemand vraagt ook, hè, want je hebt verteld over je werk. En je noemde al een keer je studie. Die vraagt, Michelle vraagt, hoe verliep dan je studieplanning? Hoe is dat verlopen? Ja, ik heb daar inderdaad het nodige over gelezen. Dat er een heleboel mensen zijn die last hebben met studieplanning. Ik heb daar eigenlijk weinig last van gehad. In die zin... biologie is een studie waarbij je 5 dagen per week college hebt. Althans, je hebt 5 ochtenden college en de middag heb je practica. En dat betekent dat je van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat wordt bezig gehouden. En daarna in de tentamenperiode heb je deze pil. En je weet van nou, ik moet 1200 bladzijden studeren en daar heb ik 3 weken voor. Nou, dat is zoveel uur. Dat betekent zoveel pagina's per uur doornemen. Als ik ze niet haal... Nou, dat betekent dat ik na het eten doorga tot diep in de nacht. Wat volgens mij veel mensen met autisme ook beschrijven, is dat ze dan, als ze zo'n dikke pil door moeten, dan wel kunnen uitrekenen hoeveel bladzijden ze iedere keer moeten doen. Maar dat ze dan denken, maar er staat zoveel in. Welke details moet ik nou wel kennen voor dat tentamen en welke nou niet? Hoe weet je nou, hoe kun je nou door de bomen het bos nog zien? Wat is dan belangrijk? Ging dat bij jou wel goed? Ja, je hebt het gehaald, dus het ging in ieder geval goed genoeg. Ja, het ging in ieder geval goed genoeg. En... ja, mijn manier van studeren was, ik heb wel eens alles zien, yellow marken en papiertjes, samenvattingen schrijven. Zoals ik hier nu zit, wou je zeggen. Ja. Ja, daar ben ik dus niet van. Ja. Ik heb een studieboek en dat sla ik ook op pagina 1 en ik begin te lezen. Ja. En ja, die feiten blijven dan in mijn hoofd hangen, omdat het boek al een structuur is. Ik begin ook meestal eerst de inhoudsopgave door te lezen. Oké, omdat dat alweer duidelijke structuur geeft. Dus je hoopt eigenlijk dat de schrijvers er goed genoeg over na hebben gedacht. Als de schrijver goed heeft nagedacht, dan kan ik zo door een tekst heen schieten. Dus ja, dat onderdeel heb ik niet zoveel problemen mee. Nou, ik hoor net dat we alweer aan de laatste vraag komen. En ik dacht, dat ik gewoon de vraag daaruit, die ik zelf ook heel interessant vind, niet voor niks. Dini die vraagt zich af, worden de problemen nu groter als je ouder wordt? Heb je daar een idee over? Nou, het feit dat ik er nu tegenaan ben gelopen, kan een aantal dingen aangeven. Dat kan aan de ene kant zijn dat ik inderdaad zelf minder flexibiliteit heb. En inderdaad, als je kinderen hebt en je hebt een relatie, die willen allemaal aandacht. En dat leidt af van wat ik zelf aan het doen ben en het spoor waar ik in zit. Zelfs, soms zijn momenten geweest dat het aangaan van de wasmachine al een probleem opleverde, want dan was ik afgeleid. Sorry, ik ben nu even de vraag kwijt en ik heb mij aangeleerd om naar beter te praten. Ja, als het verandert, als je ouder wordt. Als je dan denkt van nee, er verandert iets. Of... Ja, ja, je hebt natuurlijk terug moeten kijken. Ja, ja, ik vind het lastige aan die vraag dat onze maatschappij ook ontzettend snel aan het veranderen is. En een aantal van die veranderingen die zitten wel heel erg dicht tegen het probleem autisme aan. Want dat wordt daardoor sneller zichtbaar. Kun je een voorbeeld geven? Nou, ik Facebook niet. Ik zit er af en toe, maar daar heb ik ook een paar ongelukkige ervaringen mee. Dus ik probeer mij nu ook tot feitelijkheden te beperken. De snelheid van reageren, nou, ik heb daar niet zoveel mee. Doe mij maar gewoon een stevige reactie. In plaats van die halve... Het is lastig uit elkaar te halen, zeg je eigenlijk. Van wat is lastig. Nu... Ja. 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 En er is heel veel input. Als je wilt kun je jezelf de hele dag verliezen met het afzeppen van 40 kanalen op de tv en 5000 webpagina's en aan het eind van de dag compleet uitgeput nergens gekomen zijn. Dus of dat nou allemaal samenhangt met autisme, ik vind dat heel erg lastig. Of de leeftijd er wat mee te maken heeft. Nou, misschien wel dat je wat meer inzicht krijgt in waar je zwakke plekken zitten. En dat je op een gegeven moment in gesprek komt met iemand die zegt van joh, heb jij wel eens gedacht aan, moet jij niet eens met iemand gaan praten die daar wat meer over kan vertellen. En, ja. Ja, op een gegeven moment ga je dan zelf ook wel zoeken. Hè? Je hoort het woord autisme een keer noemen in relatie tot jouzelf in dezelfde zin. Dan denk ik van, hè? Ja, dus dan is het meer een soort bewustwording. Ja, het heet dat ik natuurlijk die vraag zo interessant vind, is omdat ik daar onderzoek naar doe. Dat snap je natuurlijk, dat ik denk, hé, dat is interessant. Ja, maar we zitten alweer bijna aan het einde. Ja. We krijgen echt afronding in beeld. Ja. Want wij kunnen nog uren praten als we iets samen goed kunnen. Ja, ik vond het veel te kort. Ja, het is heel lang samen praten. Dus ik hoop ook dat het voor u interessant was. Ja. Maar u kunt de uitzending nog een keer terugkijken als het allemaal te snel ging of u kon de filmpjes niet zien. Maar wat hopen wij nu eigenlijk dat er overblijft van deze ontmoeting? In ieder geval, wat heel erg dacht toen ik hieraan begon. Wij hadden elkaar natuurlijk al vaker gezien. Maar ik hoop dat mensen voorbij het etiket kijken. En niet denken van, hé, dit is autisme. En iedereen met autisme is hetzelfde. Maar dat iemand, nou, zoals jij, welbespraakt, slim. Maar daar kan toch wel iets anders achter zitten. En eigenlijk hoop ik dat we vooral... met elkaar in gesprek blijven. En dat nog vaker gaan doen. Ondanks ook als er geen camera bij is. Ja. Nou, dat denk ik wel. Ik bedoel, wij doen ook mee in jouw onderzoeksproject Reach Out. Ja, wat hoop ik dat bij de kijker overblijft van deze ontmoeting. We hebben de vraag van tevoren gekregen en ik vind dat nog steeds een hele lastige. Ik weet het eigenlijk niet. Er moet zoveel overblijven en achterblijven. Ik hoop eigenlijk vooral dat mensen iets meer beseffen dat de buitenkant... van mensen heel anders kan zijn dan de binnenkant. En dat dat voor mensen met autisme net zo goed geldt als mensen zonder autisme. Ik hoop dat we, ook gezien de kijkers, iets meer begrip hebben kunnen wekken voor mensen zonder autisme, voor mensen met autisme. Nou, dat hoop ik samen. En ik ben ook erg benieuwd wat u ervan vindt, welke cijfer u dit webinar geeft. En wij kijken met spanning wat nu gaat gebeuren. U heeft een paar seconden om te reageren. 15 tot 20% heeft gereageerd, 30% heeft gereageerd. Ah, dat loopt goed op. Volgens mij gaat het nu dicht. Ja. De helft heeft gereageerd, oké. Nou, daar ben ik helemaal tevreden mee. Ik ook. Krijgen de kijkers dit te zien in beeld? Of dit krijgen zij te zien? Dus niet iedereen heeft altijd... We zagen al het beeld dat niet iedereen altijd filmpjes kon zien. Ja. Maar nou ja, in ieder geval vonden wij het ontzettend leuk om te doen. Tenminste, wij dachten al van tevoren dat we het leuk vonden. Ja. Oh, sorry. Wij begrijpen nu dat de kijkers het niet hebben gezien. En 32% vond? 32% had een 7. Oh, ik zeg 17% een 8. Oh, wauw, wat een geheugen ook nog. Ik word steeds jaloers. We hebben een paar tienen en een procent of 10 en 9, zeg ik zo. Oké, nou heel goed. Uit het blote hoofd. Daar zijn wij in ieder geval blij mee, toch? Dus dat hadden we al bedacht. Ja, en we vonden het ontzettend leuk om te doen. En we spreken elkaar vast nog. Oh ja. Dat is een belangrijke. De uitzending is vanaf volgende week terug te zien via Autisme TV. En we hopen dan ook dat de mensen die nu de filmpjes niet konden zien... dan wel een goede verbinding hebben en ze wel kunnen zien. Bedankt voor het kijken in ieder geval. Wij vonden het fijn. Bedankt voor het kijken. Tot ziens.